Vanavond een hele leuke kapelavond, een zogenaamde blaaskapelavond, met heel veel Egelander muziek. Beumisch, Moravisch, andere soorten muziekstijlen. En ja, daar moet je van houden. En in de buurt wordt daar echt van gehouden. Dus vandaar dat het nu lekker binnenloopt met het publiek. Zeg. Georganiseerd door een onderdeel van de muziekvereniging, de zogenaamde Biesweldlander Muzikanten. En die bestaan dit jaar ook 40 jaar. En het komt weer mooi uit in ons verhaal, want ook onze vereniging bestaat dit jaar 70 jaar. Dus we hebben twee jubilea in één jaar, dus dat is best wel leuk. Jubilaris, wie is de gelukkige? Dat is Piet Slijkoord, een alombekende persoon van onze vereniging. Hij is heel veel jaren secretaris van onze club geweest. En het is ook, hij zit vanaf dag 1 zit hij bij de Biesweldlander Muzikanten. Met heel veel verfblaasjes en partijtje nog mee. En die is vandaag ook 40 jaar lid van die kapel. En daar gaat hij heel trots op. Hoe is die vereniging toen, of dat gedeelte van die vereniging toen de tijd ontstaan? Dat is ontstaan uit een boerenkapel. Er zijn een aantal actieve muzikanten geweest. Die hebben gezegd, wij gaan als boerenkapel gaan wij op feesten en partijen spelen. En dat is zo goed aangeslagen, dat ze daar op een gegeven moment gewoon ook een Egelander kapel van gemaakt hebben. Dus dan heb je nog meer mogelijkheden om diverse genres muziek te maken. En dat is aardig gelukt.